Zijn jullie een beetje romantisch? Ik wel. Ik weet niet. Ben jij ook romantisch? Ik zoek nog steeds de prins op het witte paard, maar helaas nog niet gevonden van het weekend. De dag van de romantische muziek werd dit jaar speciaal voor de 33e editie het weekend van de romantische muziek. 3 dagen lang stroomde het Euromastpark vol met Rotterdammers die te veel naar de BBC's Pride and Prejudice hebben gekeken. Maar wat is nou eigenlijk romantische muziek? Wat is nou volgens jou romantische muziek? Oh, romantische muziek. Ik denk aan licht roze bij romantische muziek. Whitney Houston, Mariah Carey, Andrea Bocelli. Barry White is romantische muziek. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. Oorspronkelijk, officieel, is romantische muziek uit de romantische periode muziek van bijvoorbeeld Chopin of Liszt. De grote pianist die trouwens in dit park heeft opgetreden. Dit park is eigenlijk een romantisch park. Het werd in de romantische tijdperk gebouwd, ontworpen. En met het idee dat je hier een beetje kon verdwalen en je dagelijks leven vergeten en weer verbinding met de natuur te vinden. En dat doen we nog steeds in 2019. Is die man een beetje romantisch? Jawel, jawel. Ik heb geen klagen. Zijn jullie een beetje romantisch? Ontzettend! Ontzettend, zie je niet dan... Nee. Proost, schat. Ja. Ik vind het van wel, maar zij vinden dat niet dat ik romantisch ben. Vertel. Ja, wat vind ik daarvoor? Toen ik vroeger naar Lady en de Vagebond was geweest, toen ik 11 was, had mijn moeder me mee naartoe genomen. En toen heb je zo dat spaghetti moment. Dat is voor mij romantiek. Dat doen we nog ook. De meeste mensen die hier verkleed zijn, zijn in barokstijl of in een hele andere stijl. Maar ik heb gekozen om in een sprookje te gaan. Als wie ben je hier nu? Ik ben nu als Aurora, de prinses uit Doornroosje. Staat op mijn jurk, denk ik. Stond ze op je jurk? Ja, maar dat maakt niet uit. Zij mag dat van mij. Is het wel een beetje uit te houden in zo'n jurk? Ja, zeker wel. Er zit zoveel liefde van binnen voor die kinderen om dit te doen. Dus die warmte die voel je haast niet. Ik denk dat de liefde in ons, de romantiek waar je het over had, dat er allemaal voor elkaar krijgt. Ik heb het ietsjes pittiger. No, I don't know why. I can't get enough of your love.